is gewoon fenomenaal wat hier is gebeurd. Het is een prestatie van je welste. En het wordt wel eens onderschat, helaas. Ja, kijk, om te beginnen is de marine toch de grootste werkgever in de Noordkop. Maar het gaat ook verder dan dat. Hè. Het is natuurlijk ook de hele marinecultuur en de manier waarop we met elkaar omgaan binnen de marine. Maar ook met de mensen in de stad. Dat is gewoon echt inderdaad onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja, ik vind het een hele prettige stad om te leven, maar daar zijn andere geleerden het niet mee eens. Het is het eind van de wereld, hè? Zeggen ze. Het is voor mijzelf een hele prettige stad. Ik heb tijdenlang in Amsterdam gewoond en zo. En dat is toch alles wat afstandelijker. De buurten waar je hier woont, mensen die hebben wat meer contact met elkaar. Ja, Den Helder heeft een stukje avontuur in zich, alhoewel het heel... Ja, het lijkt altijd heel erg desolaat en afgelegen, maar er zit meer in dan dat je denkt. Wij zijn natuurlijk bezig met de bestaande stad, het centrum notabene. En we proberen hier natuurlijk ook wel een structuur neer te leggen die ook weer 50 tot 100 jaar en misschien wel 200 jaar mee kan gaan. Dus de komende paar jaar gaan we nog hele grote stappen maken en daarna zal het wat afvlakken. Want ja, als dan de stad redelijk op orde is, dan gaat het eigenlijk over die kleine punten die je nog moet doen. Als de oorlog in 1945 voorbij is, worden Duitse soldaten per landingsvaartuig vanuit Den Helder richting Duitsland gebracht. Den Helder is niet alleen de meest gebombardeerde stad van Nederland. De Duitsers hebben ook een groot deel van het historische Oud-Den Helder gesloopt voor de bouw van hun Atlantikwal. Van de stad blijft bijna niks meer over. Veel is er van de Nederlandse marinebasis Den Helder niet overgebleven. Wat voor bombardementen gespaard bleef, braken de Duitsers af. Hele buurten zijn totaal verdwenen en de aangebrachte schade is enorm. In 1946 komt de Amerikaanse chef van het Rode Kruis de mensen een hartversterkertje brengen. De wederopbouw van Den Helder moet beginnen, een klus die eigenlijk nooit gestopt is. Ook nu wordt er nog elke dag gewerkt aan wat de bommen in de oorlog hebben weggeslagen. Nou, het was één groot rampgebied. Het was echt afschuwelijk. Er is heel erg veel beschadigd in de stad. Bombardementen, dingen weggehaald. Gewoon kaalslag overal. Hele hoop ellende. Dit is dus het beeld wat je op sommige plekken ook had. Je ziet in feite in de verte nog een beetje, heel vaag, de watertoren. Maar de foto's genomen vanaf de dijk. Dit soort beelden, dat was dus gewoon in de stad. Er viel heel wat op te blazen na de... Ja, sloop van de geschutsbunker. Ja. Ja, kijk, hier op de duinen, daar stonden ze. En als er dus zwaar weer was geweest, dan lagen ze op het strand. Hè. Dan sloegen de duinen weg. En dan kwamen ze vanzelf naar beneden. Jullie gingen als kleine jongens graag kijken bij het opblazen? Ja, ja, het was sensatie, hè. Een harde knal. En weg was de bunker, of tenminste een stuk. Hij ging niet natuurlijk in één keer hem opblazen, dat kon niet, maar het dak ging er eerst af, hè? Wat doe je als je stad in puin ligt? Ja, natuurlijk het puin ruimen. Hè? Er waren tonnen puinlagen overal. Die zijn dus weggehaald, verwijderd en langs het Noord-Hollandse kanaal aanvankelijk opgeslagen. De gemeente wilde ze eigenlijk verkopen, het puin. Maar er waren geen kopers voor, want ik denk dat er overal in Nederland wel heel veel puin was in die periode. Ze hebben het puin dus ook hergebruikt. Hier bij dit gebouwtje aan de Pasteurstraat zie je dus hoe het puin waar men mee te maken had, wat enorme hoeveelheden puin die hier waren, hoe dat is verwerkt in het beton. We hadden altijd wel plek om te spelen. Ik woonde in de Serumstraat en daar stond een bunker, dus dat was ons speelterrein. En die werd dan af en toe weer dichtgemetseld en dezelfde dag hadden wij hem weer open. De andere actie is dat er heel veel noodwoningen zijn geplaatst, of heel veel. 48 heeft de gemeente Den Helder aangekocht. Dat ging via het Rijk, hè. Zij moesten het weer bij het Rijk kopen. De Rijk had ze aangeschaft. En die zijn geplaatst in Huisduinen, 38 stuks in Huisduinen. En 10 langs de Borneolaan, die in Huisduinen
die daarvan werd gezegd van, nou, het zijn niet zulke mooie woningen. Laten we ze maar in Huis Luinen zetten. Dan kunnen ze altijd nog als zomerwoningen gebruikt worden. Niet wetende dat nu die huizen voor hele dikke prijzen weggaan. Kon je al snel zien dat er reparaties plaatsvonden in de stad? Ja, want die bunker die ging weg en er werd nieuwbouw gepleegd. En zo waren er meer plekken op de middenweg die leeg waren en werden volgebouwd. En zo ging het ook in Oud en Helder. Dat was enkel, zag je dus allemaal wel de straten nog, het stratenplan zag je nog, je kon er gewoon doorheen. En daar heb ik ook leren fietsen, want er was geen verkeer. Dit is het eerste opgeleverde woning in Nieuw-Oud Den Helder. Je ziet al de tekst. Hè? Aan de oorlog werd zwaar tol betaald. De schade is hier ingehaald. En dan daarboven de Phoenix die uit de as herrezen wordt. Het was heel erg nodig om veel woningen te bouwen. Door allerlei omstandigheden. Er was natuurlijk een tijd niet gebouwd. De mensen hadden na de oorlog een hele positieve insteek. Hè. Er werden veel huwelijken gesloten. En men voorzag dus al een babyboom. Maar het allerbelangrijkste is, en dat werd in 1949 pas besloten, is dat de marine weer terug mocht naar Den Helder. Dat was nog een discussie. Langzamerhand keren de meeste onderdelen van de marine terug naar hun vooroorlogse basis Den Helder. Zo vertrokken deze dagen uit IJmuiden een zestal mijnenvegers die daar sinds het einde van de oorlog gestationeerd waren geweest. Die twijfel zat op de marineleiding, die wilde op dat moment, onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog, wilde enorm groeien. En het idee op dat moment was dat er drie vliegdekschepen zouden moeten komen, met daarbij ook nog eens keer zes kruisers en een heleboel escorteschepen. Ja, dat paste gewoon niet in de haven van Den Helder. Fysiek paste het niet en ook de diepgang van de haven was onvoldoende. Dus toen is gekeken of dan niet de marine uiteindelijk verplaatst zou moeten worden naar IJmuiden. Nou, dat bleek veel te duur. En toen is het uiteindelijk toch besloten, ik dacht in 1948, om de marine dan hier in Den Helder te houden. En uiteindelijk in de jaren 50, begin jaren 50, om het havengebied, nou ja, zoals het hier nu ligt, op te spuiten en de haven te bouwen zoals het nu is. Netjes achter en naast elkaar worden de scheepjes aan de kade gemeren. De mijnenveegdienst is terug in Den Helder. En doordat de marine terug mocht, wat heel veel personeel natuurlijk met zich meebracht, was dat ook nog een factor die eraan bijdroeg van ja, we moeten echt fix gaan bouwen. Ja, het hoogtepunt van het aantal mensen bij de marine, rond de 33.000, kort na de oorlog, einde van de kolonisatieperiode. Veel mensen kwamen terug. De opbouw van die vloot was gaande. En dat is leuk, vroeger kreeg je bij een boek een kaart en dan kon je de zaak makkelijk bekijken. Kijk, het is een vestingstad, dus je begint bij Erfprins, bij de dijk. Dan volg je zo de linie naar Dirksadmiraal. Dan ga je zo door naar Fort Westoever en Fort Oostoever, gescheiden door het Noord-Hollands Kanaal. Zeker toen dus inderdaad die marine terug zou komen, kwam men echt tot de conclusie, nou, we moeten grotere aantallen gaan bouwen. We moeten echt ook over de linie gaan bouwen. We moeten echt de filosofie gaan aanhangen van het nieuwe bouwen. Op ruime schaal geschiet tegenwoordig het bouwen van woningen in ons land volgens het principe der montagebouw. Dat is een vrij snelle methode. Alle onderdelen van beton zijn tevoren pasklaar gefabriceerd. Nou, dit was de eerste wijk over de linie die werd gebouwd in de wederopbouwperiode. Dus die eerste wijk, ook dus die is helemaal compleet volgens die wijkgedachte, is opgezet. Binnen de linie hadden we altijd te maken met elementen die er al waren. En hier is het gewoon, kon men helemaal opnieuw beginnen. Deze machine is een van de eerste van dit type welke in Europa is gearriveerd. Hiermee wordt de mogelijkheid geopend om onderdelen voor de montagebouw met een tot nu toe ongekende precisie en snelheid te vervaardigen, waardoor een belangrijke bijdrage wordt verkregen tot het verhogen van de woningproductie. En vaak had het een lichte kleur, het beton. En de wijk werd dan ook Jeruzalem genoemd. En het grappige is in Amsterdam, waar dat precies hetzelfde is, kreeg die ook de naam Jeruzalem. En dat heeft natuurlijk te maken met dat in Nederland waren wij gewoon gewend om altijd in baksteen te bouwen. Donkerbruin, misschien rood, maar nooit licht. Dus dat was voor Nederland iets heel nieuws. Het
Dit is mijn oude wijk, ja. Waar zijn we nu? We zijn nu ter hoogte van de Texas Stoomlaan, zeg maar, parkeertreintje. En nou ja, ik heb hier vanaf 1964 gewoond. En voor die tijd woonde ik in de Kampenvoediestraat in de Witte Buurt, oftewel Jeruzalem. Vanuit ons huis kon je inderdaad de weilanden ook zien, ook vanuit ons huis. En een keer op een ochtend dat we wakker werden, liepen er een paar koeien door de straat. En die waren losgebroken. Ja, daar is het. Daar is het. En die wijk, daar zat een wijkgedachte achter. Men wilde dus binnen die wijk ook alles hebben wat de mensen nodig hadden. Hè? Het credo was licht, lucht en ruimte. Dus er is in een heel geordende manier zijn daar huizen neergezet. Heel bewust zijn daar plekken gecreëerd waar men kon winkelen, waar de voorzieningen waren, waar een kerk was. Nou, we staan hier eigenlijk op een gedeelte in de geleerdenbuurt. Waarbij je de overgang heel erg duidelijk ziet tussen de jaren 30 bouw, de lagere bouw, hè, de meer de woningen. Terwijl hier krijgen we de wederopbouw heel duidelijk in beeld. En dit punt wordt ook nog eens heel erg goed gemarkeerd door deze kerk. En met name dan deze toren die los staat. En dat een losse kerktoren, dat was ook echt iets wat voor de wederopbouw of voor de oorlog gewoon nergens werd gezien. Je zat midden in de wederopbouw? Midden in de wederopbouw, ja. Ik heb ook nog even in de Duinrooststraat gewoond, op een duplexwoning. In die tijd waren er weinig woningen in Den Helder. En marinemensen moesten een woning delen. Dus wij woonden boven en beneden woonde dan een ander gezin. En tegenwoordig is zo'n huis voor één gezin. Doet dat je ook nu nog wat, als je dat zo ziet? Nee, ik vind het prima. Dit weggaat is prima. Ik bedoel, van sommige dingen die weggaan, dan zeg je weer van oké, jammer dat iets wordt weggehaald. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen we in de volgende oorlog terecht. De Koude Oorlog, spanningen tussen Oost en West. Betekende dat een bloeiperiode voor de marine? Ja, bloeiperiode zeker. Het was natuurlijk ook een periode waarin heel veel gebeurde. Eerste Koreaoorlog, waarbij de marine toch een behoorlijk dominante rol heeft gespeeld. Ook daar zo ver van huis af. Haar Majesteits torpedobootjager Van Galen ligt in Den Helder gereed voor vertrek. De Van Galen gaat in de Koreaanse wateren de Evertsen aflossen, die dan 10 maanden deel heeft uitgemaakt van de zeestrijdkrachten van de Verenigde Naties. En dat gaf ook heel duidelijk de noodzaak om die marine te versterken, om dat maritieme domein op de kaart te krijgen. Nou, daarna 1962 de Cuba-crisis, die daar overheen kwam, vrij kort daarna, waarbij met name dat hoogtepunt van die Koude Oorlog begon te ontstaan. Ook dat speelde zich voornamelijk af in het maritieme domein. Dan zie je zo rond 1962 zitten we op ongeveer 23.000, voornamelijk mannen nog in die tijd. Dit is een betonno. En een betonno, dat is een stukje straatmeubilair van beton. In de wederopbouw was natuurlijk heel weinig materiaal. En beton was natuurlijk een ideaal materiaal om iets in allerlei vormen te gieten die je wilde. En je ziet dat ze veel gebruikt zijn als bushokje, abris, maar dus ook als urinoirs in allerlei vormen en soorten. Is het knap wat ze gepresteerd hebben in die tijd? Ja, het is ongelooflijk knap. Ik vind het werkelijk ongelooflijk wat er is gebeurd. Het is zo dat als je dan bedenkt, zo'n stadje wat dan groeit even voor even, hè, want Oud en Helder was al 4-5 eeuwen oud. Alles eromheen, met die linie enzovoort, dat is binnen 5 jaar, binnen die oorlog, is dat dus nagenoeg met de grond gelijk gemaakt. En dat hebben ze binnen 25 jaar, hebben ze daar weer een hele nieuwe stad weten te bouwen, een nieuw centrum te creëren. Woonwijken buiten de linie. En het is gewoon fenomenaal wat hier is gebeurd. Het is een prestatie van je welste. Maar wat ik vooral heel mooi vind is dat relief hier aan de zijkant. Dit symboliseert dus de wederopbouw. Maar je ziet dus die persoon die staat op de stelling van Den Helder. Zie je dat? Dus de forte. En hij verrijst en heeft de bakstenen in zijn linkerhand. En dit is een prachtig voorbeeld om op dit gebouw waar de wederopbouw van Den Helder dus heeft plaatsgevonden, om dat hier te zien.
De bouw van het postkantoor in het nieuwe centrum van de stad wordt gezien als het slotstuk van de wederopbouw. De bouw zelf gaat ondertussen gewoon door, alleen heet het nu stadsvernieuwing. Jan Vonk wordt in 1975 de directeur openbare werken. Er ligt veel werk op hem te wachten. Kritische geluiden over de bouwkwaliteit in de periode ervoor sijpelen ondertussen binnen. Ja, toen zaten we nog in de gedachtegang. Dat is waar dat de ambities voor Den Helder te hoog waren. Dat wisten we, dat voelden we wel. Maar we dachten nog wel aan een groeistad. Dus je kon dan weinig kritisch kijken naar wat je had. Je was alleen maar bezig van hoe kan ik nog meer contingenten binnenhalen. Hoe kan ik aan de huisvestingsvraag voldoen. Nou, de middelste laag en dan het middelste deel, daar zat ik. De kritische beoordeling begon weliswaar ook in begin 70 jaren over de 50 jaren bouw. Dus wij zagen wel al dat Nieuw Den Helder wel erg monotoon was. Maar bijvoorbeeld de Schoten is ook monotoon op een andere manier. Heeft meer kwaliteit omdat het meer laagbouw is en omdat het een hele duidelijke structuur is. De gedachte over bouwen begon al te veranderen. Begon te veranderen, ja zeker. Er zijn vooroorlogse zegels van Den Helder, van het monument onder andere. Oh, dat kan je zo niet zien natuurlijk, dat is dit oranje zegeltje. Die staat in de etalage in het Groot. En in 1977 ben ik in de Koningsstraat zelf mijn winkeltje begonnen. Dat was mijn jongensdroom, zeg maar. De Lange Jaap, ja. Dat is deze. En die plakken we dan op de brieven die over de hele wereld gaan. Deze gaat naar Oude Niedorp, dat is niet zo heel ver weg. Maar we hebben ze naar Barcelona in Spanje. Niet alleen de Koningsstad, heel Den Helder was gewoon één levendige, ja, het was een stad met toekomst, noemden ze het, hè? Op naar de 100.000 mensen. En dat merkte hij ook aan alles, het bruiste. Hè? Er gebeurde heel veel. De Koningsstad was een winkelstraat tot aan het einde van de dijk, zo'n beetje, was het één al winkels. Heel divers. En hier zat Livera. Dat was toen al een lingeriezaak en nu als het ware weer, maar dan iets pikanter. Dat is daarna, in de jaren 80, is daar een ommezwaai gekomen. En toen is het dus eigenlijk langzaam teruggelopen. De verwachtingen werden niet. De marine nam af, wat de belangrijkste werkgever op dat moment was. Ja, en langzaam zag je dus de stad wat inkrimpen. En kreeg het vooroorlogse karakter weer terug van een slaperig provinciestadje. Want wij waren dan een beetje jaloers op Schagen. En toen Den Helder namelijk de wederopbouw klaar was, toen richtte het Rijk zich met de stadsvernieuwing op andere steden. En die werden groeisteden genoemd. Dus de wederopbouw was klaar en het Rijk verloor Den Helder uit het oog? We kregen nog wel wat extra van het Rijk, nog wel, maar bij de provincie zaten we duidelijk op een tweede plan. Vinger 1, gereed maken om te werpen. De grootste werkgever van de stad staat in de jaren 80 voor een nieuw historische gebeurtenis. In 89 valt de muur en de kille verhoudingen met de Russen in het oosten ontdooien. De Koude Oorlog lijkt voorbij. Het leidt tot grote bezuinigingen op defensie en dus bij de marine. Alarm luchtdoel, vliegtuig, laag inkomend, peiling 041, afstand 43 mijl, hoogte 1000 voet, snelheid 420 knopen, klassificatie vijandelijk. Ja, je ziet dan dat eigenlijk de inkrimping van die marine begint. We hebben dat nog in goede banen kunnen leiden door de marinestudie 2005. Hè, waarbij we echt de bakens hebben verzet en ook de rol van die marine hebben veranderd. Met veel meer focus op amfibisch opereren. Enfin, je ziet de grote schepen liggen, de LPD's, de Johan de Wit, de Rotterdam, Karel Doorman. En inmiddels zijn we zo gekrompen dat we uiteindelijk nog met 10.500 over zijn. En dan reken ik de mannen en vrouwen van de DMI, van het onderhoudsbedrijf, wat een belangrijk onderdeel is van de marine. En een belangrijk onderdeel ook voor Den Helder, reken ik dan mee. De stad komt mede door het verdwijnen van banen neerwaartse spiraal terecht. In de wijk Nieuw Den Helder lopen de spanningen op. De slechte kwaliteit van de goedkope flats in de Valkenbuurt. En de sociale problemen met kansarme jongeren, veelal van Antilliaanse afkomst, bereikt in de jaren 90 een hoogtepunt. Sloop alleen kan de boel nog redden. Het is een hele kleine groep, ook van de Antilliaanse gemeenschap, want er zijn een hele grote groep die ook heel goed willen, die gewoon normaal opgaan.
Maar die kleine groep die het probeert en wil verzieken, ja, daar zullen wij streng optreden, heel streng optreden. En ik wil erbij zeggen, het zijn niet alleen de Antilliaans, het zijn ook andere groepen die erbij zijn. Ik vind altijd onze ingreep die we gedaan hebben in Nieuwenhonden, dat was in 1999 zijn we daar gestart met Sloop. Daar hebben we echt een heel nieuw centrum gebouwd. En die is in 2010, als ik heel eerlijk ben, in 2011, is die door onze toenmalige koningin Beatrix geopend. En juist als je nu komt in Nieuwenhonden en weet dat er ooit een tijd was dat mensen daar eigenlijk niet meer durfden te komen. Hè, dat de postbode daar met onder begeleiding van de politieagent rondliep. Als je daar nu rondloopt, denk je van wat is het een mooie omgeving dat ik hier zou willen wonen. Ja, dat is toch eigenlijk wel eigenlijk de belangrijkste pijlerproject van de hele gebiedsontwikkeling geweest. Ja. Toen ik in 2006 hier kwam, toen was er eigenlijk in het hele centrum 15 jaar lang vrijwel niet geïnvesteerd. En als in een stad niet meer geïnvesteerd wordt, dan is die langzaam aan het afsterven. Zo moet je dat ongeveer voorstellen. Dat is natuurlijk toch een soort dramatische situatie die aanwezig was. Dat hebben we eigenlijk stapsgewijs opgepakt. Als je naar de Helden kijkt, was het eigenlijk altijd op zoek naar zijn centrum. Van waar zit het letterlijk, waar zit het hart van de stad? En je zag een stad die eigenlijk een beetje verwees was, wat zoekende was. Je zag ook dat er voor een groot gedeelte verwaarloosd was. En met name in dat stadscentrum, het winkelhart, of voor je verder kan noemen, zag je dat heel erg sterk. Dit is de Beatrixstraat, daar is de oude Rijkswerf die eigenlijk opgeknapt wordt. Dit is nu de hoofdwinkelstraat die eerst eigenlijk redelijk desolaat en verlaten was. En nu zeggen de mensen van ja, als ik ergens mijn winkel wil beginnen, dan wil ik het in de Beatrixstraat doen. Als je vandaar liep naar Willemsoord toe, dan kwam je in een hele winderige, onaangename route terecht. En nu begeleid je dat allemaal met bebouwing en hier met de bibliotheken. Wat wij willen is dat de stad compacter wordt. We gaan eigenlijk van de 4 hoofdwinkelstraten hebben wij 2 hoofdwinkelstraten gaan maken. En wat wij willen is dat er weer gewoond wordt in de stad. Boven de winkels, vlakbij de winkels. En daarnaast hebben we altijd gezocht naar een architectuur van baksteen, hout. En het moest warm zijn. Het moest weer gezelligheid uitstralen. Dus de Koningsstraat. Is ook al een hoop gebeurd. Ja, en er moet nog een hoop gebeuren. Dus als je ziet, dit is de Koningsstraat. Hier zat ook de pizzeria. Hier hadden we eerst andere plannen mee. En als je zo even doorkijkt, dan denk je wel even van jeetje, wat is hier allemaal aan de hand. Maar als je hier over een aantal jaren terugkeert, dan... dan zie je dat hier ook allemaal nieuwbouw is terechtgekomen. Hier zat de snackbar, de Lange Jaap. En daarna werden het verschillende eethuisjes. Als je dan nu om je heen kijkt, het gaat nu heel hard hier in de straat. Ja, het lijkt nu erger als na de Tweede Wereldoorlog. Het is één grote gatenkaars. Maar ja, je moet ervan uitgaan dat het het doel heeft om het mooier en beter te maken. Hè? Want de rest van de stad is al behoorlijk... heeft een behoorlijk mooie facelift achter de rug. En de Koningsstraat en de omsteken zal waarschijnlijk ook heel mooi worden. Dat moet je er dan maar een beetje bij fantaseren, hè? Positief blijven. Ja, je ziet hier ook hoe prachtig school 7 is. Het is een gemeentelijk monument. Nou, en wij zeggen altijd, architectuur moet... eigenlijk moet het minimaal 8 zijn. En we zijn ook heel trots dat wij de beste bibliotheek van Den Helder hebben mogen ontwikkelen en bouwen. En die kregen natuurlijk... Dat werd de beste bibliotheek van de wereld. En dan krijg je eigenlijk een vinkje dat je redelijk goed op pad bent, volgens mij. Ja, dat was toch wel een enorme boost heeft dat gegeven aan iedereen die natuurlijk met de stad bezig is. De oorlog heeft de ziel uit de stad geslagen toen. Komt die ziel weer terug nu? Ja. Ik vraag me altijd af, komt dezelfde ziel terug? Dat weet ik niet precies. Kijk, Den Helder had natuurlijk een soort allure met het oude Den Helder en eigenlijk langs de Kanaalweg mooie gebouwen die allemaal bij elkaar zaten. Ik geloof wel dat Den Helder door zijn manier van bouwen, dat we een soort warme wederopbouw creëren. Onze inzet is gewoon dat we gekeken hebben naar die hele geschiedenis en dat we vooral de vooroorlogse stad, dat is onze inspiratiebron. Daarbij is natuurlijk wel de opgave dat je altijd de stad, de geschiedenis moet kunnen blijven lezen. En dus wij moeten er ook voor zorgen dat die wederopbouw
periode leesbaar blijft in de stad. En misschien ook weer nieuwe kwaliteit ook daaraan toevoegt. Het is ook voor het eerst dat er een schip komt dat de naam Den Helder gaat dragen. Prachtig, hè? Ja. Is dat toeval of is dat... Zeker geen toeval. De naamsbekendheid in Nederland, die toch af en toe nog steeds zo van... Ja, Den Helder, eindpunt van de trein en wat moet je... Ja, dat is de opstapplaats naar Texel. Mensen, ik snap het allemaal, maar dat is echt gewoon niet terecht. Fantastisch mooie stad. Kijk naar, naar alles wat we hebben. Het strand, de ruimte, de watersport, de mensen ook. Laat ik daarmee beginnen. En alles wat er nu in de stad gebeurt, de revitalisering, is fantastisch. Wordt echt heel mooi.